We gaan nu voor een tweede podcast, toch? Ja, Norbert. We gaan voor een tweede... What's the Beep podcast, episode nummer 5. What the Beep? Hey! Dit is een podcast van de West-Friese Bibliotheken en Bibliotheek Waterland. Want de Beep doet meer dan je denkt. What the Beep? We gaan het dit keer hebben samen met Chantal Tricalet van de West-Friese Bibliotheken en Norbert van Halderen van de Bibliotheek Waterland. We gaan het hebben over de programmering van het najaar en alle bijzondere gasten die jullie hebben uitgenodigd. Vanaf eind augustus, september, een aantal schrijvers, bijzondere gasten. Heel veel dingen gaan jullie doen. Maar ik wil eigenlijk ook nog even weten, Norbert, hoe is het met Nick en Simon? Met Nick en Simon? Ja, prachtig. Hè. Die hebben in een quiz van SBS6 een mooie bon van 1000 euro voor de aanschaf van boeken gewonnen. En die hebben ze toegekend aan de bibliotheek Volendam. Waardoor onze prachtige leden in Volendam weer meer leuke boeken, ook dankzij Nick en Simon, ter beschikking hebben. En hebben Nick en Simon invloed gehad op de collectie, de keuze? Nee, Nick en Simon zijn neutraal, zoals dat in deze situatie het beste uitkomt. Want wij hebben natuurlijk collectiespecialisten en die begrijpen heel goed waar wij behoefte aan hebben. En dat vertrouwen, dat hebben Nick en Simon wel in onze bibliotheekorganisatie. Nou, we gaan het hebben over de programmering. En we hebben het inderdaad even over Volendam gehad. Is er verschil tussen de boekencollecties in de vestigingen? Ja, zeker. Alle gebieden hier, ook in West-Friesland, hebben toch een kleurrijke mix van allerlei soorten mensen. Met ook een behoefte die daarbij hoort. Dus in sommige bibliotheken heb je heel veel streekromans en allerlei wat lichtere literatuur, om het zo maar te zeggen. En op andere vestigingen vind je juist meer wat zwaardere literatuur. Nou, niet echt heel zwaar, maar goed. Dus er is wel verschil. Er is zeker verschil. Er wordt iets anders gelezen in Purmerend dan in Enkhuizen. Ja, dat misschien wel. Dat denk ik wel. We hebben het nooit vergeleken. Misschien kunnen we het eens doen. Leuk onderzoekje. Nou, maar wat je bijvoorbeeld wel ziet in Purmerend, dat moet je niet onderschatten. In Purmerend wonen heel veel jongeren die studeren aan verschillende universiteiten in de omgeving. En die laten wel vaak via de bibliotheek Purmerend boeken van de universiteitsbibliotheken aanleveren. Die reserveren ze. En die bestuderen ze ook in de bibliotheek. Dat is veel minder in de West-Friese gemeente. Omdat die kinderen vaak al uit huis gaan naar Amsterdam, daar gaan wonen. Er zit wel degelijk een verschil in die collectie voor jongeren bijvoorbeeld. En wat je ook ziet is dat er vanwege de manier waarop Purmerend in elkaar zit, grote gemeente, 80.000 inwoners, heel veel taalvragers, zie je dat wij ook in onze collectie steeds meer Arabische, Poolse, Russische, Franstalige boeken krijgen. Omdat die mensen niet alleen Nederlands taal willen leren, maar die willen wij ook enthousiasmeren om zelf in hun eigen taal leesplezier te ontwikkelen. Ja, die collectie is wel degelijk verschillend van een collectie bijvoorbeeld in de West-Friese gemeente. Dat is reëel. En Chantal, hoe beginnen jullie straks einde van de zomer als het schooljaar weer gaat beginnen? September, hebben jullie bijzondere gasten uitgenodigd, activiteiten, avonden georganiseerd, weekenden? Ja, er staat al heel veel op het programma. We hopen natuurlijk dat alles kan blijven doorgaan. Hè? Dat we de vrijheden kunnen vasthouden die we nu inmiddels weer hebben teruggekregen. Daar hangt wel veel van af, maar alles kan ook online. Dus dat hebben we inmiddels ook wel geleerd, net als het onderwijs, dat je alles dubbel moet doen. Dus op een fysieke plek, maar ook online, dat alles volgbaar is. Wij gaan vooral inzetten op onze lokale bewoners, hè, van de directe omgeving. En we gaan met teams vanuit de vestigingen in de dorpen, in de landelijke gebieden waar we hier zitten, praten met mensen die in de omgeving iets heel bijzonders kunnen of doen. Of een talent hebben, of een bepaalde kennis of kunde. Die gaan we uitnodigen in de vestigingen. Dus heel dichtbij, het heel erg eigenlijk klein en lokaal houden. Omdat er heel vaak in je nabije omgeving al zoveel moois te ervaren en te vertellen is. Soms misschien wel door je eigen buurman, wat je niet eens weet. Hè, wat voor achtergrond iemand heeft. En dat gaat hangen onder het label ontdek en ontmoet. Leuk, ontdek en ontmoet. Ja. Ja, dat is een platform voor mensen die inspiratie willen delen. Iets waar ze heel erg gepassioneerd over zijn, waar ze levenswerk misschien wel van hebben gemaakt. En die dat willen delen met hun directe omgeving. En merk je dat je daar dan ook een speciale markt
marketing voor nodig hebt om een grotere doelgroep te bereiken? Nou, dat valt wel mee. Dat gebeurt ook vanuit de vestigingen. Dus ook in de lokale krantjes en de, ja, letterlijk zeg maar het A4'tje op de prikbord bij de supermarkt, lokaal. Of bij de lokale kerk of huisarts. Het is hele low profile marketing. En ook heel erg van mond-op-mond reclame natuurlijk. En de mensen in de vestigingen zelf attenderen de bezoekers erop. Ontdek en ontmoet. Hou het in de gaten. Ga daar vooral inderdaad naar kijken wat we gaan doen hier in de West-Friese bibliotheken. Ja. Norbert, jij hebt volgens mij ook een hele leuke iets op programma staan met een bekende Nederlander. Ja, we gaan vanaf september gaan we proberen groot uit te pakken, om het maar op deze manier uit te leggen. 19 september gaan we formeel het seizoen openen. En zoals Chantal dat zegt, hopelijk dan zonder allerlei extra coronamaatregelen. Maar 19 september gaat de bibliotheek geopend worden door Eus, de mooie schrijver, die in het kader van 400 jaar Beemster en Purmerend, de beide burgemeesters, op de kapperstoel zet. En het programma wat hij normaal gesproken op tv doet. Hij gaat onze burgemeesters knippen met vragen. En Eus gaat ook diezelfde dag gewoon door de gangen van de bibliotheek lopen. En bezoekers aanspreken en kijken welk boek trek jij nou uit het vak. En die gaat jou persoonlijk vragen, waarom ga je eigenlijk dat boek lezen? Nou, hoe mooi is dat? Dat een mooi schrijver, fantastische vent, plots naar jou vraagt, joh, waarom lees jij dat boek? Dat is het begin. Daarnaast gaan we door in de periode van de Kinderboekenweek tot aan de opening van ons ontdeklab in Volendam op 18 oktober. De twee burgemeesters, Beemster en Purmerend, dat is natuurlijk een unicum, want Beemster komt bij Purmerend en de burgemeester van de Beemster, die zit aan het einde van zijn periode, denk ik. Ja, die wordt geknipt en geschoren, denk ik. En want er zijn in november verkiezingen. Ja. Vervroegde gemeenteraadsverkiezingen. En nou ja, Beemster is al heel lang een vestiging van de Bibliotheek Waterland. Maar dit is wel een bijzonder moment natuurlijk. Ja, het is een bijzonder moment. De gemeenten gaan samen. Er komt uiteindelijk één burgemeester. Er komt natuurlijk ook één gemeenteraad. De verkiezingen zijn vervroegd voor deze situatie dus. Uniek in Nederland, want in november zijn daar eigenlijk al de gemeenteraadsverkiezingen. En daarnaast is het zo dat voor ons als bibliotheek dat heel erg interessant is, omdat Midden-Beemster staat op de nominatie om ook in een nieuw gebouw geplaatst te worden in de komende jaren. De gemeenteraad wil ook meer aandacht geven aan de bibliotheek in de Midden-Beemster. Wij zijn als bibliotheek daar ook erg gelukkig mee, maar ook heel nauw betrokken bij hoe die samenleving tot één gemeente. Maar dit is ook wel een reden om ook zo dat seizoen zeker, te beginnen. Zeker, ja. Zeker. Ja. Die herindeling, daar mag wel aandacht voor komen. Absoluut. Je ging verder over de Kinderboekenweek. Ja, we hebben dan de Kinderboekenweek met heel veel leuke activiteiten. We gaan door naar oktober, waar ons ontdekklab in Volendam geopend wordt. En we sluiten af met een boswandeling voor ouderen. In de zomer zijn we begonnen met de jeugd. Ik doe zelf mee met die boswandeling. Ik ben verantwoordelijk gemaakt voor een boswandeling in de bibliotheek Purmerend. Want wij hebben een bos van boeken. En ik ga bezoekers meenemen en verrassen door mensen kennis te laten maken met bepaalde bladen van boeken. Dus mensen gaan een boswandeling met de directeur-bestuurder in de bibliotheek Purmerend meemaken. Nou, wat leuk. Samen er maar op voorbereiden. Ja. En welke talenten ga jij laten zien, Chantal? Nou, ik ga vooral talenten laten zien van andere mensen. Ik vind het heel erg mooi om mensen platform te geven om talent te laten zien. Misschien is dat mijn talent wel, om andere mensen te laten stralen. Dat is wat ik heel erg mooi vind. Ja, wat gaan wij doen? Onder andere krijgen we Francine Omen als hele bekende kinderboekenschrijfster natuurlijk van de Hoe overleef ik serie. Er wordt nu een documentaire over haar eigen leven gemaakt. Heel bewogen leven met een heel onveilige jeugd. Wat ze om heeft gezet naar hoe overleef ik strategieën voor kinderen. Die boeken bestaan echt al heel lang, hè? Ja, al heel lang. En die zijn wereldwijd, ik geloof, in 26 landen vertaald. En enorme oplages. Dus ze heeft echt wel daarin iets heel goeds gedaan. En als die documentaire bij de VPRO straks uitkomt, volgens mij is dat in september, of half september. Ja. Dan komt ze bij ons ook een tour doen om te vertellen over die documentaire. Maar ook over de onderwerpen die zij zelf heeft ervaren. Te praten met mensen. Maar ook jongeren weer te zeggen, als je nou zelf nare ervaringen hebt gehad, je kunt dan daar de rest van je leven last van hebben, of je kunt het omzetten in creativiteit om iets maatschappelijks te gaan doen. Dat is wat zij heeft gedaan. Dat moet je kunnen, maar dat vind ik wel een heel mooi onderwerp. Ja, en zeker. Hoopgevend ook voor heel veel mensen. En het blijft ook inderdaad een actueel onderwerp. Ja, zeker. Ja, daar kijk ik naar uit. Ik weet niet of dat een goede tekst is, daar kijk ik naar uit. Maar ja, ik vind dat wel, zijn wel hele mooie verdiepende dingen. Ook wel taboe doorbrekend, soms ook wel spannend, maar wel erg nodig. Ja, want je zegt, ja,
jouw talent is dan inderdaad anderen in hun kracht zetten. Denk ik. Ja, een beetje gek om dat te zeggen zelf zo. Maar het is wel waar ik heel veel liefde voor heb om dat te doen. Nou Chantal, wat leuk om te horen. Ik wil eigenlijk een hele rare draai gaan maken nu. Ik wil gaan vragen van wat lezen jullie zelf eigenlijk? Norbert, vertel eens. Wat heb jij de laatste tijd zo gelezen? Nou, ik heb net een boek uit. Dat heb ik in 2 dagen volledig uitgelezen. Het boek Sneeuwland van de Japanse schrijver Kabata. Een prachtig boek dat gaat over een man die naar een oud dorp in het noorden van Japan reist. En daar probeert om de textielindustrie en de manier waarop mensen leefden in het verleden, om dat opnieuw te beleven. En dat doet hij door in werkelijkheid, maar ook voor een deel in zijn dromen, zich met 2 geisha's in te laten. Die hem meenemen in hun dagelijkse leven. En dat blijkt zeer gecompliceerd te zijn. En daardoor ontdekt hij hoe mensen in mooie, vergeten streken eigenlijk een prachtig leven hebben, maar ook de problemen van elke dag met zich meenemen. En dat boek, dat is een geweldig boek. Het is geschreven door Kabata al voor de oorlog. Het is een geweldig schrijver. Het boek is een prachtig boek. Ik ben eraan begonnen en ik moest stoppen omdat ik ook wat moest slapen. Anders had ik het doorgelezen. En de volgende dag heb ik het afgemaakt. Het is geweldig. Ik vind het heerlijk. Jij leest ook inderdaad heel veel en dan kan je ook heel snel een boek lezen. Ik neem aan dat het weer een boek is van 200-300 bladzijden of misschien wel veel meer. Nou, het was een boek van, denk ik, 160-170 bladzijden. Maar ik kan wel snel lezen, veel lezen. Als het interessante boeken zijn, ga ik ervoor. En wat heb jij onlangs gelezen? Nou ja, ik ben een beetje een rare lezer, want ik lees altijd allerlei boeken tegelijkertijd door elkaar heen. Dus heel erg chaotisch. Maar dat is een beetje, ja, creativiteit is vaak ook chaotisch. Dus als ik denk van, nou, ik zit in die sfeer, dan pak ik bijvoorbeeld, ik heb een heel dik handboek van Khalil Gibran. Nou, dat vind ik echt een absolute schrijfheld. Dat boek heet De Profeet. En ja, wat die man heeft geschreven in die tijd, dat is fenomenaal. En welke tijd hebben we het over? Vind ik. Norbert, welke tijd is het ook alweer? Ik weet niet meer. Maar heel lang geleden. Gibran voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat is in de jaren 30. Oh, was het in de jaren 30? Ja. Oké, goed. Maakt niet uit. Tijdgeest, het is van elke dag. Ik ben De Alchemist van Paulo Coelho aan het herlezen. Die kreeg ik in 2001 van iemand. En dat is echt, dat is ook zo'n prachtig boekje. Gaat ook heel erg over dat de grootste schatten vaak voor je voeten liggen. En we altijd maar op zoek zijn verderop. 2 jaar geleden heb ik hem op de boekenmarkt in Deventer weer gekocht. Ja, mooi hè? Leuk met zo'n boodschap erin van wie die is geweest. Ja, ja, bijzonder. Nou, wat ik ook heel mooi vind de laatste tijd is het werk van Brené Brown. Dus De Kracht van Kwetsbaarheid bijvoorbeeld. Ik denk ook heel zinvol voor veel bestuurders en leidinggevenden om dat ook eens te lezen. Zeker. Dat wat minder vanuit die top-down cultuur. Zeg maar, hè? Dus die heersende op controle en macht gebaseerde cultuur steeds meer gaan naar faciliteren en ook zelf kwetsbaar in daar kunnen zijn en ook tegen de mensen kunnen zeggen, jongens, ik weet het even niet, laten we het eventjes uit de groepswijsheid halen, waar ik ook heel erg mee bezig ben overigens op dit moment in onze eigen bibliotheken. Dus een probleemstelling of een dilemma, net zoals hier de koek op tafel, zeg maar, in het midden leggen en aan een groepje mensen vragen, wat gaan we nou hiermee doen, wat vind jij? En zo de oplossing laten ontstaan en niet de aanmatigende houding hebben om te doen of te voelen dat je het altijd weet. Want ik weet het soms ook niet. Niemand weet het. Nee. Nou ja, als ik daar even een actueel boek aan toe mag voegen. Ik heb eergisteren een roadtrip uitgelezen na een paar dagen van Cream Simpson en Anne Brist. Op weg naar Rome verandert alles. Het vervolg op de Camino naar Santiago is dit de pelgrimstocht naar Rome. Ja. En ook weer een heerlijk boek van een aantal stellen. Want dit is geschreven vanuit 2 personages. Kom je muziek vandaan? We hebben muziek. Ja. We hebben een klok staan hier in Enkhuizen. Die staat vlak bij de bibliotheek. Ja, die staat vlak bij de bibliotheek. En die sloeg even 3:30 volgens mij. Ik heb geen idee wat er gebeurde, maar het was wel een enthousiast. Die onderbrak eventjes de roadtrip waar ik over aan het vertellen was. Maar ik vind wel een aanrader, geschreven vanuit 2 personages. Geschreven, de wandeling is gemaakt tussen de lockdowns in vorig jaar. En het boek is nu 2 maanden oud en het staat aangeschreven als een van de zomerboeken. Vond hem ook wel leuk om te lezen. Ja, een roadtrip op je eigen bank. Ook lekker. Of in de tuin, nou toch? Ja, ik ben door Rome gegaan, want de roadtrip begint in Frankrijk. En dan eigenlijk door alle streken in Italië naar Rome toe. Dus dat is best wel leuk om ook te lezen hoe dat is. We gaan nog even verder met de najaarsprogrammering. De najaarsprogrammering. Nou, ik wil wel een uitstapje maken in aansluiting op die najaarsprogrammering.
We hebben als bibliotheek kort geleden besloten om ook wat meer in te zetten op het betrekken van mensen die al heel lang bij de bibliotheek lid zijn, lezen. Om die ook eens te laten vertellen waarom zij eigenlijk lid zijn van de bibliotheek. En mij overkwam een ontzettend interessant verhaal, wat ik belangrijk vind om te delen in een podcast als deze. Ik had namelijk een lid van 40 jaar in Volendam gevraagd. Zullen wij nou eens op de dag dat je 40 jaar lid bent, 1 juli, zullen wij nou eens een kopje koffie met een gebakje doen? En die meneer Kwakman, die zei tegen mij, ja, als je dat zo graag wil, prima, dan doe ik dat wel. Maar die had niet het idee van, nou, ik kom een feestje vieren. Maar toen was hij er op 1 juli. Dan kwam hij binnenlopen en zei, nou, je moet blij zijn dat ik gepensioneerd ben. Want anders had ik het niet kunnen doen. Dan had ik gewerkt. Ik zei, wat voor werk heb je gedaan? Ik ben een metselaar. Nou, en toen ging die man een verhaal vertellen over hoe hij opgeleid was als metselaar. En hij vertelde dat hij elke keer als hij op vakantie ging, ging hij naar een citytrip. Want dan ging hij kathedralen opzoeken om te kijken hoe het metselwerk eruit zag. En toen op een bepaald moment zei die man tegen mij, weet jij eigenlijk, Norbert, waarom ik lid geworden ben van de bibliotheek? En toen ontstond er een heel prachtig verhaal. Emotioneel onvoorstelbaar. Toen zat er een hele grote, brede bouwvakker tegenover mij. En die zei, toen ik 15 jaar was en ik kwam van de LTS, toen ging ik in de bouw. En ik had samen met collega's die allemaal die jonge leeftijd hadden, hadden we een opzichter. En die opzichter, die riep elke middag om 2 uur al die jonge jongens bij zich. En toen zei die, jongens, ga je zitten. Ik ga jullie voorlezen uit een boek. Want dat is belangrijk voor jullie. Hij zegt, de tijd vloog voorbij en die las verhalen voor. Hij zegt, na 3 weken, Norbert, toen dacht ik, ik wil het zelf kunnen lezen. Toen ben ik lid geworden van de bibliotheek. Wat een mooi verhaal. Brak. Ja, heel mooi. Prachtig verhaal. En dat is precies waarom we die mensen anderen moeten laten vertellen waarom je lid wordt van de bibliotheek. Prachtig. Ja, dit zijn prachtige verhalen. We hebben meer van dit soort opzichters nodig. Prachtig. Ja, He? Maar dat is toch leuk. Dat het vroeger dus zo was, dat een opzichter dus de waarde van het voorlezen aan zijn jonge bouwvakkers, geweldig gewoon. Geweldig. Ja, helemaal geweldig. Ja. En dat is dus waarom de bibliotheek er is, om lid te worden van de bibliotheek, zodat je zelf het kan lezen. Ja. Ja, geweldig. Dus ja, iemand nodigen we ook uit voor dat gesprek. Hoe ben je op dat idee gekomen dan iemand uit te nodigen, te kijken van hoe lang is iemand lid en dan ga ik iets speciaals mee doen? Het zijn de spontane opwellingen. Precies, precies. Ja. En je vertelde net volgens mij toen de banden nog niet liepen over de koektrommel die is gestuurd naar de middelbare scholen of de basisscholen. Vertel daar eens. Alle scholen in Purmerend. En hoeveel zijn dat er? 56. Die hebben allemaal een koektrommel gekregen van de Bibliotheek Waterland. Met koekjes voor de docenten, voor de kinderen. Met koekjes voor de docenten. En in de docentenkamer staat de koektrommel, koekje erbij, boekje erbij. En daar zit ook het menu in van de maand. En daar staat in wat wij deze maand voor de school aanprijzen als lespakket. Wat je bij de bibliotheek kunt afnemen. En het is een hele leuke hit geworden in de afgelopen 2 maanden. En na de zomer dan staan de koekjes alweer klaar voor de volgende ronde. Heel goed. Gaan jullie dat initiatief overnemen, Chantal? Nou, dat weet ik niet of we die gaan overnemen. Maar het is wel zo dat ik wel vaak geïnspireerd raak door al die leuke dingen die Norbert verzint. En dat we ook wel eens wat overnemen. Wederzijds, van die mooie, toch? Wederzijds. Zeker. Ja, waar wij weer heel veel op gaan inzetten is Digi en Boekie. Wij hebben een stapel boeken eigenlijk laten maken die kan praten. Hè? Waar je met je hand in kan en dat het bovenste boek kan gaan praten. En dan vallen er ook letters uit zijn mond. En daar hebben we 2 theaterpoppen bij. Waarvan de een die is gek op lezen. En het andere meisje, dat heet dus Digi. Die is gek op alles van de digitale wereld. En die praten met elkaar over, ja, jij moet eens bij mij in die digitale wereld komen kijken. En andersom zegt Boekie, nou, jij moet eens bij mij komen kijken. En dan praat ook nog eens een keer die stapel boeken er doorheen. Van, jongens, ik heb zoveel verhalen, maar pak me eens op. Want ik sta hier maar bijna te exploderen met al die verhalen in me. Dus, en dan doet hij ook zijn mond open en dan vallen die letters eruit. Nou, dat is in samenwerking met een theatermaakster ontwikkeld. Die dan ook de voorstellingen doet. Met de mensen die dan met hun hand in die pratende poppen. En dat, zijn voorstellingen die in de bibliotheekvestigingen komen. Ze komen in de bibliotheekvestigingen, maar ze reizen ook naar scholen. En dat is echt een enorme hit. Want de tijd van alleen met een prentenboek op schoot en het prentenboek laten zien, dat is een beetje voorbij. We zijn heel erg meerdimensionaal geworden. Hè. Vooral kinderen van nu. Die hebben meer dynamiek nodig.
ik wou zeggen meer prikkels, maar met alle overprikkeldheid denk ik juist niet meer prikkels. Nee, die worden al geboren met een iPad in de hand. Ja, ja, precies. Ja, dat is, nou, dat lijkt me een lastige bevalling over. Maar ja, dus de theatrale toevoeging aan het voorlezen, dat is wel een aanrader. Ik kijk er naar uit. Misschien moeten we daar ook een keer... Ja, wij zijn met Chantal haar team in gesprek. Want dat is een van de pareltjes die ik echt zo graag ook in Waterland zou willen importeren. Digi en Boekie, ik heb ook in de Westfriese bibliotheken mogen zien hoe dat werkt in scholen. Het is adembenemend, het is echt fantastisch. Kinderen zijn zo daardoor opgepakt en zijn helemaal bezig met hoe dat lezen moet plaatsvinden. Maar wat ik zelf als volwassene ervaren heb, is dat het moment dat zij beginnen met die poppen, met die stapel boeken, je ziet dat er grote mensen zijn die daar mee beginnen, die bewegen de mondjes. Maar zodra het verhaal begint, na 20 seconden, zie je die theatermakers niet meer. En zit je in dat verhaal. En het is zo prachtig om te beleven. Dus daar ben ik zeker in onderhandeling om ook dat, het najaar of het begin van het komend jaar, dat naar de Bibliotheek Waterland halen. Nou, superleuk om te horen. Nog een ander leuk nieuwtje eigenlijk is de certificering van Bibliotheek Waterland vorige maand, juni 2021. De bibliotheek is weer gecertificeerd voor de komende 4 jaar. Ik ben daar zelf bij betrokken geweest. Vanuit de Raad van Toezicht heb ik gesproken met de certificeerders. En wat ik een lastige vond, of de vraag die ik stelde van ja, hoe meet je eigenlijk het succes van je activiteiten? Nou ja, daar was niet echt een antwoord op. En komen jullie erachter van, goh, het aanbod is zodanig dat er zoveel enthousiasme voor is, dat er toenemende belangstelling is. Dat willen we natuurlijk ook met deze podcast bereiken. Dat we toch nieuwe doelgroepen aanboren of bestaande doelgroepen nog meer kunnen binden. Ja, ik vind het wel soms een ingewikkelde discussie, merk ik. Want je ziet het ook binnen onze branchevereniging. En ik snap het ook hoor, want je werkt met publiek geld natuurlijk. Maar wat je ziet, we zitten in zo'n prestatiegerichte maatschappij waarin alles meetbaar moet worden om je te verantwoorden. Hoe meet je een maatschappelijk effect? Hè? Je kunt zeggen, nou, die lezing die heeft maar 3 bezoekers gehad. Maar als die 3 bezoekers iets levensveranderends hebben meegemaakt op die avond, daarover vertellen in hun gezinnen, en het wordt een olievlekwerking, ja, dan kun je het niet direct meten, maar dan heeft het wel degelijk een heel groot effect gehad. En dat zien we heel vaak, en dat horen we ook heel vaak terug. Maar je kan het vaak niet op het momentum zelf meten. En ik vraag me af of je altijd alles moet willen meten. Maar dat je meer bij je gevoel moet blijven van wat is de impact die ik heb op mijn regio. En dat krijg je gewoon terug van je bezoekers en van, ja, je leden, zeker, en zeker. Van de e-mails. Er wordt natuurlijk in de maatschappij met publiek geld heel erg over die governance en compliance gesproken. Ja. Dat blijft gewoon een lastige. Volgens mij moeten we gewoon dingen doen met plezier. We gaan natuurlijk wel kijken van hoeveel streams gaat deze podcast opleveren. Maar je wil inderdaad ook echt mensen gaan raken. Ja. Nou ja, wij hebben natuurlijk wel met onze gemeente allemaal hele heldere prestatieafspraken die heel gedetailleerd zijn en waar we ons aan moeten houden. En daar ben ik ook helemaal voor. Ik kom zelf uit het bedrijfsleven. Nou, ik ben opgeleid door een baas in die tijd die zei, we moeten van elk dubbeltje een kwartje maken. En dus we moeten kijken naar onze kostenbeheersing. Nou, Norbert komt ook uit het bedrijfsleven. Wij zijn juist ontzettend bezig om dat publieke geld heel goed te besteden, heel effectief te besteden. En heel erg te kijken naar, is iets zinvol of haalbaar? Maar ik vind de hele discussie rondom meten, hè, als altijd alles maar wetenschappelijk of niet moet worden gemeten, ik denk dat je dan ook heel veel mooie dingen gaat verliezen die niet meetbaar zijn in het moment, maar die wel een hele grote impact hebben maatschappelijk. Nou ja, zoals Norbert zojuist vertelde over het 40-jarige lidmetselaar die decennia geleden eigenlijk voorgelezen heeft gekregen en daardoor lid is geworden van de bibliotheek en veel is gaan lezen. Ja, ja. Dat zijn de mooie verhalen die je niet in de grafiekjes terugziet. Nee. Nou, wat je mist op dit moment in de discussie over financiering en prestatie van bibliotheken, dat zie je bij meer maatschappelijke organisaties. Wij willen direct de koppeling aan, kan ik het bedrag verantwoorden door de prestaties die ik heb neergezet? Maar waar je naartoe moet, hè, Chantal en ik zijn beide directeur-bestuurders vanuit bedrijfsleven. Waar je naartoe moet, is dat je op 2 manieren gaat kijken naar bibliotheekorganisaties. Heb je een bestuurder die de financiële huishouding en de bedrijfsvoering professioneel op orde heeft? Dat staat los van wat je als bibliotheek maatschappelijk moet doen. Dus je moet durven als gemeente, als overheid, om een bedrag neer te leggen en een bestuurder te testen op zijn bedrijfsvaardigheid om dat geld goed in te zetten en niet te verkwanselen. Maar los daarvan heb je een maatschappelijke opdracht. Die maatschappelijke opdracht is in de wet vastgelegd.
Waar moet je naar kijken? Dat is hoe die wet uiteindelijk tot stand komt in het dagelijks leven. Ik heb nu een vrijwilliger, dat is een beroepsfotograaf. Die man is vrijwilliger bij ons in taal. Die man die heeft een dame uit Ethiopië begeleiding gegeven in Nederlandse taal. Die dame is een moslima, vond het moeilijk, had lastig discussies met haar man. Kan ik wel naar die bibliotheek? Ga ik daar alleen? Hoe ga ik in de maatschappij om? Die mevrouw is bij ons begonnen. En die vrouw is een aantal weken geleden door deze fotograaf in een kerk in Edam, in een Johannes Vermeer outfit, in een Rembrandteske foto neergezet. Als je die foto ziet, dat is een prachtige vrouw die midden in een Nederlandse diepgewortelde culturenpose is neergezet. Die vrouw heeft inmiddels iedereen in haar omgeving, dochters, zusters, families, buurvrouwen, verteld waarom je naar de bibliotheek moet. Dat effect kan ik niet meten in kwantiteit. Maar wat ik zie is dat een prachtige vrouw in Nederland is ingestapt, waardoor onze maatschappij verrijkt is. Laat die bestuurders nu gewoon de toets krijgen. Hoe zit je beleid, je financiële huishouding, je bedrijf voor elkaar? Dat mag je doen. Dat moet je doen. Zet er een accountant op, maakt allemaal niet uit. Maar laat in godsnaam het bereik van dat maatschappelijke doel bij die organisatie die het veel beter begrijpt dan de cijfertjes van een ambtenaar die denkt, ik moet het een aan het ander koppelen. Dat is namelijk niet geschikt voor deze bibliotheek. Maar dat moet je wel zien, Norbert. Dat kunnen jullie als directeur-bestuurders zien. En je geeft dan ook die beroepsfotograaf de ruimte om als vrijwilliger mee te lopen en zo iemand te begeleiden. Zeker. Maar weet je, dat zie je aan de testen voor laagtaalvaardigen. We gaan volgend jaar als bibliotheken meer te doen krijgen met inburgering. Er zijn al testen die de mensen die moeten gaan inburgeren in moeten vullen als ze bij ons binnenkomen. Die eerste test, 2 pagina's A4 met allemaal vragen en teksten. Die kunnen ze niet eens invullen, want ze zitten onder het niveau A0. Dus de test begint al met een onmogelijkheid om te voldoen aan de voorwaarden van de test. Wat willen wij nou? Zorg nou eerst dat iemand die inburgert bij de bibliotheek binnenloopt, zich op zijn gemak voelt en denkt, jee, wat een lekkere plek. Hier mag ik tenminste gewoon zijn wie ik ben. Ik ben Syriër, ja. Ik kom hier plotseling binnenvallen. Jee, ik heb ook helemaal niks wat ik kan bieden. Maar in godsnaam, geef mij nou een plek. Dan kan ik van hieruit gaan werken. En laat ons nou eens ophouden met al dat testen en gedoe. Dat snappen wij als maatschappij helemaal niet. Het heeft totaal geen nut. Norbert, volgens mij is dit de reden waarom we moeten luisteren naar What's the Beep. Want je vertelt met zulke bevlogenheid waarom de bibliotheek zo ongelooflijk belangrijk is. Ik zie Chantal knikken en jij wilde vast nog iets heel moois aan toevoegen. Nou ja, ik heb ook al zo'n verhaal van een voorleesvrijwilliger in Kocheland. Die samen met Kocheland het lezen met nieuwkomers, statushouders, wilde stimuleren. En die kreeg een jongetje toegewezen. Die eigenlijk net een beetje richting brugklas zou gaan, maar dat ging niet. Want hij kon niet meekomen, hij kon niet lezen. Zij heeft hem helemaal leren lezen. Hij ging als een speer. Hij vond het helemaal geweldig. Dat jongetje die moest op een gegeven moment een nieuwe test doen. Dus het was CITO getest. Ik geloof VMBO, ja, kader of theoretisch, weet ik niet meer. Maar na het lezen met deze dame bleek eigenlijk dat hij ook een ander niveau kon gaan volgen. Hè? In een MAVO-HAVO-klas kon starten. Maar deze jongen die heeft inmiddels ook dus zijn ouders meegenomen naar de bibliotheek. Die heeft ervoor gezorgd dat zijn moeder contacten kreeg vanuit de bibliotheek. Met mensen in de omgeving. En dus ook een beetje Nederlands begon te leren. Zijn vader meenam. Dus die heeft dat hele gezin op sleeptouw genomen. Met kleinere broertjes en zusjes in de kinderhoek, peuterboekjes lezen. En als je dan gaat kijken naar wat dus de impact heeft, dan kun je zeggen, ja, in je prestatieafspraak heeft er 1 vrijwilligster met 1 kind gelezen. Maar inmiddels is er een heel gezin opgetild. Is er een netwerk ontstaan. Maar dat heeft tijd nodig. Dat is een steentje wat je in een meertje gooit. En die kringen, die lopen nog heel lang door. En wanneer meet je dat dan? Maar het is dat jullie ze zien. Ja. Maar vooral dat de bevlogenheid waarop Norbert vertelt over de regels, over de onmogelijkheden van een formulier van 2 kantjes wat nog niemand kan invullen. Ik denk dat daar ook meer aandacht voor moet komen om te kijken van hoe kunnen we dat veranderen. Ja. Nou, wat Chantal en ik al een aantal jaren merken in de bibliotheekwereld, dat is dat heel veel bestuurders, beleidsmakers eigenlijk niet zo dicht bij de bibliotheek staan dat je mee zou kunnen praten over de inhoud van de bibliotheek.
En dat geeft niet. Dat geeft niet, want je kan niet overal verstand van hebben. Rutte is een geweldige premier voor dit land, maar hij heeft niet overal verstand van. Als je kijkt naar de manier waarop wij met beleidszaken omgaan, dan moet je durven scheiding te maken. Ik ben directeur-bestuurder van de bibliotheek, maar ik snap helemaal niets van de collectie. Maar daarvoor heb ik prachtige mensen die de collectie doen. Als ik die mensen vertrouw, ik zorg dat zij budget beschikbaar hebben, zij houden mij op de hoogte van hoe besteed je dat budget, dan doe je allemaal waar je goed in bent. Je moet niet willen als beleidsmaker om met een ambtenaar in gesprek te gaan die over allerlei prestaties gekoppeld aan bedragen praat, maar niet weet wat het doel van jouw beleid is. Je kunt niet, hè, dat is wat Chantal zegt, een gezin dat door de loop der jaren volledig geïntegreerd raakt in deze maatschappij. Dat is een rijkdom voor ons land. Dankzij de bibliotheek, ja. Hoe kan het dat je dan als beleidsambtenaar zegt, ja, maar er zijn er maar 5 dit jaar en jullie zouden er 100 moeten doen. Ik doe liever 5 goede dan 100 half goed die terugvallen en dan zeggen we tegen elkaar, waar hebben we dat geld nou eigenlijk in gestopt? Ja, in een bodemloze put. Dus laat dat nou over aan degene die daar verstand van hebben. Ja. Dat vind ik echt een vreselijk belangrijk issue. Ja, ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik aan boord kwam bij de Westfriese Bibliotheek. Ik herken wel wat je zegt. Ik moest in eerste instantie zelf leren. Wat wil de politiek van ons? Hè? Wat willen de mensen die ons het geld geven, het publieke geld? Wat verwachten ze? Managing expectations, om het zo maar te zeggen. Maar inmiddels, 4 jaar verder, zijn wij zo in gesprek met alle beleidsambtenaren dat die dat ook erkennen, hoor. Dat die zeggen van, nou ja, we zien wat jullie doen. Je krijgt er meer ruimte voor. We laten dat over. Dus in West-Friesland heb ik niet zoveel te klagen, gelukkig. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik snap dat ook wel. Maar ik bedoel, breed gezien is dit wel belangrijk. De prestatieafspraken die je maakt als bibliotheek, die zouden gewoon steeds kwalitatiever en inhoudelijker. Ja, en met ruimte voor innovatie met name. Zeker, omdat zeker. De bibliotheek is toch een afspiegeling van de maatschappij. Als er iets maatschappelijk verandert, dan kan je wel zeggen dat de bibliotheek de chameleon is die meteen in kleur moet aanpassen aan zijn omgeving met wat daar gebeurt. Daar heb je heel veel innovatieruimte voor nodig. Want dan kun je het wel helemaal vastleggen in prestatieafspraken. Maar kijk naar corona. De hele wereld staat stil. Niemand had het kunnen voorspellen. En vervolgens gaan we 10.000 tassen met boeken leveren. Nooit gedacht dat we dat zouden gaan doen. En ik denk de gemeente of de beleidsmakers dan zien dat je er ondernemend in staat met een organisatie, dat je die ruimte ook wel krijgt. Meebewegen. Ja. Nou, volgens mij zijn we met deze podcast van het najaarsprogrammering overgestapt naar het beleid waar heel veel bibliotheken eigenlijk heel voortvarend mee bezig zijn. Ik zie in Utrecht, in Groningen, ja. Overal zie ik initiatieven ontstaan en heb ik ook al belangstelling gekregen van het Bibliotheekblad en andere bekenden in het bibliotheekvak van, goh, wat zijn jullie aan het doen met What's the Beep? Dus wie weet wat dit ons verder gaat brengen. Ik denk dat over deze beleidszaken zeker nog verder kunnen gaan praten en over de impact van individuele successen eigenlijk, die vaak tijd nodig hebben. Chantal Tricalet, directeur van West-Friese Bibliotheken, heel veel dank voor deze podcast weer. Heel graag gedaan. Norbert van Halderen, geweldig. Jouw bevlogenheid weer, die mooie verhalen. Blijf ze vooral ophalen. Blijf ze vooral doorgeven en vertellen en met ons delen. Dank je wel. Graag gedaan. What the Beep.